Ben ik al? Oh. Hoi allemaal, welkom bij deze video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik train. En ja, kunnen jullie een kijkje nemen in een dag trainen met mij. Dus veel kijkplezier. Wat ik nu ga doen, dat is, ik ga met de jongens mee. Ik ga eerst 100 meter aanzetten. En dan bochten niet zo snel mogelijk en rippen zo. En daarna ga ik als het goed is nog met de allround mannen mee 3 rondjes rijden. En dat is afbouwend. Ik ga best wel hard tempo voor mij doen. Maar het is wel echt een goede prikkel om met die mannen mee te trainen. Ja, ik wil gewoon heel graag naar dat niveau toe natuurlijk. Of überhaupt gewoon niveau richting de mannen. Dus ja, dan moet je ook met mannen trainen. En gelukkig kan ik dat. Dus dat is goed. Analyseren dus in de training ook zeg maar, hoe snel we herstellen en hoe fit we zijn en hoe snel je hartslag eigenlijk terugkomt en ja, eigenlijk hoe je conditioneel ervoor staat. Dus dat hebben we vandaag ook gedaan en dan kunnen we een beetje aanpassen tijdens de training van oké, jij moet wat minder doen, jij moet wat meer doen en ook gewoon een beetje ter vergelijking met vorige jaren van hoe sta je er nu voor en ja, dus dat doet Stans voor ons. Hoe staat Jutta ervoor? Zoals ik nu kan zien staat ze er hartstikke goed voor. In ieder geval één hele mooie maximaal test afgenomen en ik geloof gewoon in wat je daarop presteert zegt van hoe ver je eigenlijk gaat komen in de sport. Ik heb zelden zo hoge waardes gemeten, dus dat zit wel goed. Dan heb je nog wel andere dingen die ook goed moeten zijn. Focus en techniek in schaatsen uiteraard. Maar de focus van Jutta herkennen we niks. Die is echt helemaal toe. Oh, ik dacht, nu ga je zeggen. Nee. Niet goed. Ik dacht, nou. Daar is niks aan. Oké, top. Nee, ja, en mijn techniek gaat ook beter, dus nou ja, dat is heel leuk. Ik ben klaar en ik ga nu naar huis, snel lunchen, omkleden, spullen pakken voor school, want ik heb vandaag tentamen, online marketing, dus dat wordt leuk. Ik heb wel goed geleerd, dus ik hoop dat ik het haal. En daarna moet ik naar de fysio en daarna moet ik weer naar huis en dan ga ik voor de tweede training weer naar TIAF, ga ik krachttraining doen. Dus nu naar huis. Let's go. Welcome to my kitchen. Nou. Ik heb niet echt iets voorbereid nu, want ik denk, oh, dat ga ik even laten zien. Maar ik hou erg van tonijnsalade, dus dat ga ik vandaag maken. En ik moet een beetje opschieten, want ik heb nog 20 minuten, denk ik. Sambal, ketchup, blikopener, wrap salsa, yoghurt mayonaise. Normaal, als ik tijd heb, doe ik ook nog appel in en augurk. Klinkt wel vies, maar het is echt serieus heel lekker. Alleen, dat heb ik niet, dus dat ga ik niet doen. Ja, ik heb de tonijn uitgelekt en die twee blikjes doe ik nu allebei in de kom. Normaal doe ik hem iets uitgebreider maken, maar daar heb ik nu dus geen tijd voor. Maar wel gewoon dat ik genoeg eiwitten binnenkrijg en niet dat ik een boterham met kaas eet en dan dat vergeet. Je kan er ook kwark in doen trouwens, als je het magerder wil maken. Maar yoghurt mayonaise is wel echt lekkerder. Nou ja, dit is wel iets gezondere variant van mayonaise. En dat is gewoon op yoghurtbasis, dus dat is iets minder vet, iets minder calorieën. Je doet ongeveer een halve schep oelek sambal erin. Ik heb ketchup met minder suiker erin. Ik heb ongeveer een lepel erin. Iets minder dan de mayo, want anders wordt het echt heftig. Next is ongeveer 1 lepel tomatensalsa. Zout. Wij gebruiken gewoon veel zout. Omdat je veel, ja, het zweet eigenlijk. Dus dan moet je wel gewoon zout binnenkrijgen. Peper. Where are you? En je kan het nog kruiden met, als je het lekker vindt, currypoeder of knoflook. Kan je nog een stukje snijden. Italiaanse kruiden, wat je wil eigenlijk. Ik doe heel vaak gewoon andere dingen, want een beetje hetzelfde is ook niet lekker. En ik eet het trouwens niet altijd hoor, ik eet het 1 keer in de week of zo. Oké, dit klinkt heel nasty. Het ziet er wel mooi uit als je die andere dingen erin doet, zoals tomaatjes of... wat? Pijnbompetjes. Nou, heel snel en wel gezond. Dus top. In mijn tupperwarebakje. Oké, snel de tas pakken. Ik maak echt altijd overal samenvattingen van. Want als ik het overschrijf, dan onthoud ik dat het veel beter.
Ik weet niet waar ik de tijd vandaan haal, maar gisteren zat ik te fietsen en toen lag het gewoon voor me. En toen ben ik gewoon tijdens het fietsen gaan leren, want ja, je moet wat. Nou, tot straks. Ik tot ga straks. Mijn best doen. Heel goed, heel veel succes. Dank je. Doei, doei. Eten. Oh, lekker, dat moet gaan. Alles vergeten. Niet vergeten te vloggen, hè? Ik heb net een tentamen gemaakt en ik heb hem gehaald. Ik ben echt zo blij. Ik kon hem al gelijk nakijken omdat ik de enige was die hem maakte. En ja, nu ben ik dus onderweg naar huis en ga ik me omkleden naar de fysio en snel naar de tweede training. Maar er zit wel power in, dus dat is wel goed, gelukkig. Eigenlijk moet ik ook nog wel plio-sprontjes. Doe ik zo'n pliootje en dan doe ik ze op die blauwe box. Mijn trainingsdag zit erop. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te volgen. En laat vooral weten in de reacties wat jullie volgende keer van mij willen zien op YouTube. En geef vooral een like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!